Haar boek, Ik ga leven, staat op nummer 1 in de bestsellerlijsten. Maar de prijs die Lale Gül daarvoor moet betalen, die is hoog. Haar felle tirade tegen haar familie, de conservatieve Turkse gemeenschap en onderdrukking van de islam heeft geleid tot intimidatie en doodsbedreigingen. De schrijfster werd zelfs onderdeel van de verkiezingscampagne en moest vorige week haar ouderlijk huis verlaten. Lale Gül, welkom. Ja, dankjewel. Hoe gaat het? Gaat goed. Ja? Ja. Waarom ben je weggegaan uit je huis, het ouderlijk huis? Nou ja, er was sowieso elke dag wel oorlog thuis, sinds dat mijn boek uit is. En sinds ik interviews geef, omdat je kan je denk ik wel bedenken dat ze niet ervan gediend zijn dat ik ons hele familieleven op straat leg. Maar de druppel was toen Geert Wilders mij noemde en ook nog eens prees. Ja, dat is natuurlijk een begrip in de moslimgemeenschap. En als die jou prijst, dan hoef je natuurlijk het boek ook helemaal niet gelezen te hebben. Dan weet men, oké, dat is dan hartstikke fout. Dus de haat nam ook enorm toe. En dat was de druppel dat mijn ouders het niet meer trokken. Hebben zij gezegd, je moet weg, of heb jij zelf besloten, ik ga? Ik heb het zelf besloten, maar zij waren er ook al klaar mee. Want ze hadden zoiets van, of je gaat nu stoppen met alles en... Dan willen we nog denken over een verzoening. Maar als je hiermee verder gaat, dan is het klaar. Waar woon je nu? Ik verblijf in een hotel. In Amsterdam ergens. We gaan natuurlijk niet zeggen waar. Ja, ik hou dat even geheim. Ja. Ja. Want wat is sinds de publicatie van je boek, het staat nu op nummer 1 in de boeken top 60. Ja. Krijg jij bedreigingen? Is er intimidatie? Kun je nog gewoon over straat lopen in de stad? Nee, dat doe ik niet meer. Het is natuurlijk super eng als je bijvoorbeeld van 7 verschillende accounts vuurwapens hebt ontvangen. Foto's van vuurwapens. Met een tekst daarbij ook wel? S4H stond er. Dat deed Sharia voor Holland, heb ik begrepen. En nog van tientallen andere accounts van... ik zal je persoonlijk naar de hel sturen. En geniet nog maar even van je succes nu het nog kan. En ik kan niet wachten om je tegen te komen, et cetera. Ja, dan is het natuurlijk gewoon niet verstandig om alleen over straat te gaan. Nee. Dus ik doe het niet vaak meer. Maar zit je opgesloten dan? Kun je die hotelkamer nog uit? Jawel, ik doe het wel eens. Maar ja, ik kan ook heel slecht beoordelen hoe serieus ik het allemaal moet nemen, zeg maar. Dus... Assisteert, ondersteunt de politie. We hebben de korpschef hier, meneer Van Essen. Heb je steun van de politie? Ik heb heel goed contact met de politie. Maar kijk, die zeggen ook tegen mij van... De laatste keer dat we weer een aangifte gingen opstellen, die zeiden ook van, kijk, eerlijk is eerlijk. Het is voor ons super veel werk om überhaupt 1 account te achterhalen. Want die zijn natuurlijk van de aardbodem verdwenen. En dan moeten we natuurlijk met Instagram praten. En met allerlei privacywetten hebben we te maken. Dus als we überhaupt eentje te pakken krijgen, is dat al wat. Maar je moet natuurlijk niet verwachten dat ze allemaal consequenties hiervan ervaren. En dan denk ik wel van ja, dat is wel jammer van dat systeem. Maar ja, ik begrijp het ook wel. Je hebt eerder gezegd, toen de bedreigingen zo opliepen, dit is mijn eerste en mijn laatste boek. Daar ben je op teruggekomen. Ja. Ik zal doorschrijven, omdat ik ook heel veel berichten heb gekregen van mensen die zeggen, ga alsjeblieft door. Alleen, ik ga niet meer... Ik zal niet meer over de religie schrijven. Niet meer over de islam? Nee, absoluut niet. Is dat een concessie die je moet doen dan? Ja, maar dat moet dan maar, want... Je staat er toch echt alleen voor als je dat wel doet. Je hebt het eerder gehad over Ayaan Hirsi Ali. Mm-hmm. Ja. Dat je wil niet haar kant op. Nee, zeker niet. Ik wil niet het lot tarten en de goden verzoeken. Ja. Toch schrijf je dat ook in je boek, hè? Prachtig boek. Scherp geschreven, messcherp, poëtisch, erotisch. Het is een page-turner, vond ik. Dank je wel. Maar je voorspelt bijna in dit boek wat je lot gaat worden. Ik had het in het boek dat je familie eruit gaat gooien. Ja, van mijn familie had ik natuurlijk al wel verwacht. Dat was iets, dat had ik maar geaccepteerd. Maar van die vuurwapens en zo, dat de bedreigingen zo ernstig zouden zijn, had ik niet verwacht. Nee. Maar achteraf vind ik dat ook een beetje naïef eigenlijk. Van jezelf, dat je... Ja. Ja. Even een kleine passage uit je boek, hè? Want... Ja. Nou, we weten dat je beschrijft van binnenuit hoe het is om te leven in jouw, mag je wel zeggen, aards-conservatieve familie. Veel van je kritiek, en daar ben je scherp in, richt zich op je moeder. Dit is een citaat. De potentaat Karbonkel, die ik ook wel moeder noem. De belichaming van het kwaad, de tiran van dit nest. Een virus waartegen geen kruid gewassen is.
Een vrouw die tot haar kruin is gevuld met haat en wrok jegens mij. De aanstichter van alle molest en de oorzaak van mijn tragedie. Ja, ik zit nu alweer te wachten op de agressieve belletjes en sms'jes nadat je dit hebt voorgelezen. Want ja, mijn moeder gaat er natuurlijk niet goed onder. En het is precies dit passage waar het wat haar echt ziek maakt, zeg maar. Maar ja, ik vond ook dat je lelijke gevoelens mocht uitspreken. En ja, tuurlijk, ik snap dat mensen daarmee zitten en vooral mijn moeder. Maar dat is nou eenmaal wat ik op dat moment voelde. En dat mag ook gezegd worden, vind ik dan. Weet je of ze het gelezen heeft? Of heeft iemand het ze heeft het niet gelezen, maar ze heeft het vertaald gekregen van mensen. Ja. Wat mij frappeerde was dat woord karbonkel. Ja, dat snappen veel mensen niet. Maar ik dacht dat dat echt een begrip was. Ja, dat is van Ik Mik Loreland. Karbonkel is een monster. Ja. En ja, die komt op elk willekeurig moment zomaar jou laten schrikken. En ja, iedereen is daar bang voor. En die televisieserie heb jij verslonden vroeger? Daar ja, precies, toen ik kind was. En iedereen was er altijd bang voor. Omdat die ja, gewoon op elk onverwacht moment kon die jou ineens boos aanvallen. Ja. Ik snap dat je het opschrijft tegelijkertijd. Begrijp je dat je moeder dit onverdraaglijk vindt om dit te horen, te lezen? Dat begrijp ik helemaal. Ja, dat begrijp ik absoluut. Het probleem is dat zij mij niet begrijpt. Dat blijkt uit het boek. Je hebt ook nog een vader, een zus van 10, een broer van 20. Mm-hmm. Hoe reageren zij? Ja, die zijn er gewoon helemaal door overrompeld. Mijn vader, ja kijk, hun hele doen en laten, hun hele sociale reputatie in die gemeenschap is gewoon totaal verloren. Overal waar ze komen, in de moskee, in het theehuis, weet je wel, in de supermarkt, in de buurt. Het gaat alleen nog maar over dit boek en over mij. En daar worden zij op aangekeken. En mensen gaan bij hun verhaal halen van hoe verklaar je dit? Zij worden erop aangesproken dat zij mij opgevoed hebben op deze manier. Ja, het is natuurlijk gewoon een collectieve cultuur. Dus niet alleen ik word erop aangekeken, maar ook zij. En dat wordt hen heel erg kwalijk genomen. Worden zij verstoten uit hun buurt of gemeenschap? Ja, ja, er zijn mensen die afstand van hun nemen vanwege mijn daden, omdat ik een kind van ze ben. En omdat ik mensen zo ziedend en woedend maak met de inhoud van mijn boek. Is het contact met jouw familie nog te herstellen, denk je? Ik denk het niet. Gisteren ook ben ik in het NRC geweest. Toen ben ik weer gebeld, heel boos, opgebeld door mijn vader. En die zei ook van, je leert maar niet. En we hebben het hier al inmiddels weken over. En je gaat maar door. En weet je, en je hebt het nu weer over een tweede boek. En weet je, je bent gewoon alle schaamte voorbij. En we zitten gewoon met de handen in het haar. En ik had gewoon, ja, ik was er gewoon stil van. Want ik denk, ja, ik heb ook geen antwoord meer. Het is maar eenmaal zo. Het contact gaat niet meer goed komen. Dus je kan ook niet tegen hem zeggen waarom dat je toch door wil gaan met schrijven? Nee, dat heb ik al weken eerder ook al 1000 maal uitgelegd. Maar je communiceert totaal langs elkaar heen. Dan is het gewoon, het gesprek gaat een beetje zo. Dan is het van, ja, maar jij beledigt heel veel moslims. En dan, ik beledig helemaal geen moslims. Ik heb het over mijn mening over de religie en de cultuur. Maar dan zeggen ze, nee, maar je kwetst heel veel mensen. Dat horen wij van die mensen. Mm. En dat hoort gewoon niet. Je mag niet kwetsen. En zo gaat het dan een beetje door. Je had het net over Geert Wilders. Jouw naam is heel vaak genoemd tijdens de verkiezingsdebatten. Ja. Zullen we even kijken? Ja hoor. Iemand deelt haar persoonlijke levensverhaal in een echt een schitterend boek. En in plaats van dat je om zo'n jonge schrijfster gaat staan en gaat zeggen, wij beschermen jou, iedereen in dit land mag schrijven en zeggen wat hij wil, ga je zeggen, goh, daar zal wel een politieke agenda achter zitten. En dat heb ik ook als Laila Gül, een Turks-Nederlandse schrijfster in Amsterdam, nu moet onderduiken, nu zegt, nou, ik moet me even gedijst houden omdat ik ben wie ik ben. Dan weet ik, dan staat onze vrijheid op het spel. Kijk naar die dappere Turkse vrouw, mevrouw Gül, een 23-jarige schrijfster. Ja. Die de islam heeft verlaten. En die nu wordt bedreigd, die wordt opgejaagd, die moet onderduiken. Wat dacht je toen je dit hoorde? Ik dacht alleen maar, oh god, nu komt het. Ja, en dat kwam. Ik kreeg een lawine aan berichten. Ik heb ze nog steeds niet, ik heb nog geen één 1/50ste deel daarvan heb ik gelezen, laat staan gereageerd. Maar ja,
Het werd aan alle kanten genoemd, inderdaad. Is het allemaal negatief of zitten er ook positieve reacties tussen? Ja, heel veel positieve reacties. Ik denk voor 80% positief. Maar de negatieve reacties, ja, dat komt natuurlijk uit mijn eigen gemeenschap. En die overheersen misschien. Hoe krijg je ook reacties van mensen die niets met de islam van doen hebben, maar bijvoorbeeld lid zijn geweest van een gereformeerde kerk of opgegroeid zijn in andere gezinnen met een traditie, een geloofstraditie die weinig ruimte biedt? Of geen ruimte. Zeker. Ja. Ik krijg heel veel berichten van mensen uit Jehovah-getuigengezinnen, uit bevindelijk gereformeerde kringen. Heel veel homo's, echt heel veel homo's. Van alles, ja, inderdaad. Gewoon vergelijkbare milieus. Mensen die zich met jou identificeren. We hoorden net Geert Wilders zeggen dat die bedreiging aan jouw adres die bewijzen dat de Turkse islam niet integreert in Nederland. Mm-hmm. Wat vind jij? Heeft hij gelijk? Nou ja, niet per se de Turkse islam. Kijk, we hebben gewoon bepaalde misstanden in onze gemeenschap. Die beschrijf ik ook in mijn boek. Je hebt te maken met veroordelingen als je wat lichtzinniger kleedt of gedraagt als vrouw, als je gay bent. Als je afvallig bent, daar kan je niet voor, daar kan je niet openlijk voor uitkomen. Je wordt sociaal geslacht op het moment dat je gewoon anders bent. En ja, dat zijn misstanden waarvan ik vind, we moeten erover praten. Dat doen we nu, we praten erover. Ja. Maar verwacht jij een antwoord van de politiek hierop? Zit daar een oplossing? Jawel, voor een deel wel. We hebben natuurlijk niet dat pluriforme systeem waarbij er alle ruimte is om je eigen levensbeschouwing te cultiveren in dit land. Dat is ergens mooi, maar het geeft ook dit soort problemen. Want je wordt als kind geleerd dat homoseksualiteit een supergrote zonde is en verderfelijk is en een ziekte is en dat soort dingen. En dat vrouwen gewoon wat minder zijn dan de man en dat die wel een corrigerende tik kunnen krijgen, et cetera. En soms vraag ik, tuurlijk is dat op zich een democratisch recht om dat te onderwijzen aan kinderen. Maar vraag ik me wel af van, moet dat gesubsidieerd worden? Moet dat gecultiveerd worden? Heb jij dat dan te horen gekregen op de Koranschool? Want je moest ieder weekend daar naartoe. Ja, ja. En daar werden deze beelden of deze opvattingen, kreeg je dat te horen? Dat jij minder waard was dan een jongen? Ja, zeker. En dat de man, dat de vrouw werd zeg maar constant. Sowieso werd er heel vaak gehamerd op de kuisheid en de eer van de vrouw en heel veel minder op dat van de man. En er werd ook gezegd, de vrouw werd geportretteerd als iemand die gewoon hysterisch is en emotioneel en een beetje bevlogen en niet zo rationeel. En de man, dat is juist gewogen en wat intellectueler. En die moet je gehoorzamen en hij kan betere beslissingen nemen en zo. Waardoor je gewoon een heel raar wereldbeeld krijgt. Mm-hmm. En daar heb ik me ook heel moeilijk van afgezet. En ik gun die kinderen dat ze gewoon met een open vizier de pluriforme samenleving tegemoet gaan. Ja. Jouw ouders komen uit Turkije. Je beschrijft dat ook in je boek. Het dorpje waar je vaak naartoe moest op vakantie nog, waar je een vreselijke hekel aan hebt om daar naartoe te gaan, want er is geen wifi. Ja. Dat is wel grappig dat jij dat dan zegt. Je kunt ook de zaak omdraaien en zeggen, jouw moeder komt hier naartoe, heeft het Nederlands nooit onder de knie gekregen. En de tweede generatie, jij studeert aan de VU, Nederlands. En ik begrijp dat je binnenkort je bachelor haalt. Dat is eigenlijk een razendsnelle omwenteling. En misschien ook wel hoopgevend. Ja, zeker. Ik denk dat de toekomstige generaties zeker een verbetering zullen laten zien qua onderwijsniveau, qua participatie op de arbeidsmarkt en dat soort zaken. Ja, ik heb daar best wel hoop in eigenlijk. Optimistisch. Ja. En dan de slotvraag. De titel van het boek is Ik ga leven. Doe je dat nu? Ja, ik doe mijn best eigenlijk, ja. Maar tegelijkertijd zit je opgesloten merendeel van de tijd in een kamer in een hotel in Amsterdam. Ja, maar ik denk dat dat ook wel een keer, ik hoop dat dat ook gewoon een keer voorbij is. En dat ik echt ga leven. Dat hoop ik ook voor je. Zeg nog één vraag dan. Dit boek, denk je dat het ooit vertaald gaat worden en in een boekhandel in Istanbul in de winkel ligt? Ik krijg heel veel berichten uit Turkije van mensen die dat vragen. Maar daar moet een Turkse uitgever voor gevonden worden. En die moet dat aandurven. Maar ik denk niet dat ze dat zullen doen. En dan hebben ze wel echt grote problemen. We wachten af. Dankjewel. Bedankt dat je hier was voor het gesprek in Buitenland. Graag gedaan.
Bedankt voor het kijken. Vond je dit een goed gesprek? Vergeet dan niet te abonneren. Een like of een reactie achterlaten kan natuurlijk ook. Of bekijk een van de andere interviews op dit kanaal.